Kijk, de maan is redelijk voorspelbaar. Hij gaat langs en je weet precies wanneer hij weer langskomt. Je weet precies wanneer hij vol is en wanneer hij dus aan het afnemen is. Een nieuwe maan. Je hebt ook kometen die zijn wat minder voor de hand liggend. Kijk, daar komt eentje. Wat leuk. En hij gaat weer weg. Ja. En deze komeet die is voor het eerst in een boek opgeschreven in het jaartal 1222 in de maand mei. En men dacht toen van, goh, leuk, wanneer komt hij weer? Het jaar erop? Nee, niet. Men moest ontzettend lang wachten. Namelijk tot het jaar 1297. En toen ook nog niet eens in mei. Men dacht van, goh, weer niet. Maar kijk, in oktober kwam hij weer langs. Daar kwam hij. En daar ging hij. Ja, hoppakee. En dat was de komeet van Halley. Ja, de komeet van Halley. Die heeft dus een ontzettend lange tijd nodig om weer terug te komen. En dan kun je ook in een animatie kijken. Hier is de animatie van een zonnestelsel. Ja, de zon in het midden. Daaromheen een paar zenuwachtige planeten, waaronder de aarde en Mars. En de buitenplaneten. En je ziet daar de komeet van Halley. Ja, een hele langgerekte baan. Ja, rond de zon ging hij even snel en dan gaat hij rustig weer. Ah, kijk, daar heb je Neptunus. Gelukkig geen botsing. Ja, en dan krijg je dus een hele langwerpige baan en we noemen dat een ellipsbaan. Ellipsbanen, daar gaat deze presentatie over. Dan kan je eerst eventjes naar niet een ellips, maar naar een cirkelbeweging. Bijvoorbeeld de maan. De maan, wat is de energie van de maan? Nou, die heeft in ieder geval snelheid, dus heeft die kinetische energie, een half mv². Maar heeft ook massa. Ten opzichte van de aarde die ook massa heeft, heeft hij dus gravitatie-energie. Oftewel, daar staat hij, min g, m1, m2, gedeeld door r. Wet van Wout-energie zegt dat de totale energie nooit verandert, oftewel die twee opgeteld is constant. Maar de cirkelbaan is prachtig en dus is de straal constant, oftewel de gravitatie-energie is constant. Maar dan moet dus de kinetische energie ook wel constant wezen. Oftewel, de snelheid is constant. Ja, dus een cirkelvormige baan heeft altijd een constante baansnelheid. Een constante omloopsnelheid. Nu kijken we even niet naar de maan, maar naar een komeet die een ellipsvormige baan om de zon doet. Nou, op de grootste afstand daar. En dan gaat hij dus naar de zon toe. En let op dat die staart van de komeet altijd van de zon af is gericht. Want die staart die wordt veroorzaakt door de zonnewind. En de zonnewind die blaast in feite die staart iedere keer naar achteren. Maar goed, hij is dus vlak bij de zon en dan is hij op het dichtste punt bij de zon. Nou, op grote afstand bij zo'n komeet heb je dus een grotere R. En een grotere afstand betekent dat de gravitatie-energie ook toeneemt. Betekent dus grotere gravitatie-energie, oftewel een kleinere kinetische energie, dus op grotere afstand zal de snelheid van de komeet lager wezen dan op een kleine afstand. Een kleine afstand, ja, dan neemt de gravitatie-energie dus juist af, kinetische energie neemt toe, oftewel je hebt een hogere snelheid. Dus zo'n komeet, ja, die heeft dus inderdaad precies zoals je in de animatie zag, in de buurt van de zon, dan gaat hij eventjes sneller. Let op dat in plaats van energie kunnen we ook eens kijken naar de gravitatiekracht. Kijk, daar staat hij. Ja, lijkt ontzettend veel op elkaar, maar belangrijk is dat er geen minteken voor staat. Oftewel, als ik dan bij een ellipsbaan kijk, op grote afstand, dan heb je gewoon een kleine gravitatiekracht. En tweede wet van Newton betekent dus dat ook de versnelling maar klein is. Oftewel, de snelheid zal laag zijn. En op kleine afstand, ja, dan heb je dus dat de gravitatiekracht groter is. Oftewel, de versnelling is groter, oftewel hij krijgt een grotere snelheid. Kun je ook nog natuurlijk zeggen, ja, maar kijk eens naar die cirkelbeweging, eenparige cirkelbeweging. Ja, krijgt hij wel meer snelheid? Of is het alleen maar een snelheidsverandering in grootte, wat bij zo'n cirkelbeweging was? Kijk even naar de komeet. Die komeet wordt aangetrokken door de zon. Ja, dus dit hier is de gravitatiekracht, ja, van de zon op de komeet.
Maar deze gravitatiekracht die staat niet loodrecht op de baan van de komeet. Oftewel, ik kan deze gravitatiekracht ontbinden in een component loodrecht op de baan. Kijk, deze staat loodrecht op de baan. Deze zal dus de snelheid niet veranderen, net zoals met een cirkelbeweging. Maar deze component die is juist langs de baan gericht. En dus deze component van de gravitatiekracht, die zal de komeet gaan versnellen. En dus je hebt hier niet een eenparige cirkelbeweging of een eenparige ellipsbeweging, zoals je hem wilt doen. De snelheid is hier niet constant. Goed, we gaan naar de komeet om de zon. Kijk, daar hebben we hem. Nou, de zon vindt het wel leuk natuurlijk. Ziet je ook een keer eens wat en denkt van, goh, wanneer zou je terugkomen? Maar de zon, ja, die heeft natuurlijk een bepaalde ontsnappingssnelheid. Hè? We hebben dat vorige keer gehad, ontsnappingssnelheid van diverse hemellichamen. En voor de zon is die 600 km per seconde. Stel je nou voor, zo'n komeet heeft een snelheid die groter is dan 600 km per seconde. Ja, dan komt hij nooit weer terug. Dat is een beetje sneu. Maar het is wel zo. Je hebt dus hemellichamen, je hebt kometen die om de zon gaan, bochtje maken en dan nooit weer terugkomen. Zo'n baan, dat noemen we dan natuurlijk niet meer een ellips, maar zo'n baan is of een parabool of een hyperbool. Ja, een parabool is die, als de ontsnappingssnelheid precies gelijk is aan die 600 km per seconde. En hyperbool is als die groter is dan die ontsnappingssnelheid. Ja, je ziet dus dat de snelheid, als die richting zon gaat, dan gaat die steeds groter en groter worden. En daar wordt ook gebruik gemaakt in de ruimtevaart. Kijk, men heeft een sonde gelanceerd vanaf de aarde en die willen ze naar Saturnus. En om dat in één keer naar Saturnus toe te laten schieten, dan heb je ontzettend veel energie nodig. Maar je kunt beter gebruik maken van hemellichamen, gebruik maken van de aantrekkingskracht van hemellichamen om zo'n sonde te laten versnellen. Kijk, ja, hij gaat eerst, wordt hij daar gelanceerd. Na de lancering ging hij eerst, en dat is apart, hij wou dus naar Saturnus toe, maar hij werd eerst richting zon gelanceerd, althans zon. Hè. Hij kwam naar Venus, hè, dat is dus een planeet die dichter bij de zon ligt, en door de passage bij Venus werd hij dus versneld door Venus. Daarna ging hij een rondje nog maken, en daarna kwam hij nog een keer langs Venus, om nog een keer een versnelling te krijgen. En daarna kreeg je langs de aarde, dus hij gebruikte de aarde ook nog een keer om nog weer eens een keer versneld te krijgen. Ten slotte kwam hij bij Jupiter langs, een ontzettend zware planeet, dus kreeg je nog meer snelheid. En ten slotte kwam hij dan bij Saturnus aan om zijn metingen te doen. We noemen zo'n passage waar hij dus een versnelling bij krijgt, dat wordt een zwaartekrachtslinger. Ja, je kunt dit eventjes doorlezen. Je kunt natuurlijk ook eventjes intypen op Wikipedia. Dan kun je het helemaal mooi lezen. He, maar dan krijg je dus dat er gebruik wordt gemaakt van de zwaartekracht van een ander hemellichaam om extra snelheid te krijgen. Eventjes in animatie. Kijk, je hebt daar dus de planeet. En een zonde komt er bij langs. En let op wat er gebeurt. Ja, hij wordt versneld. Hij gaat eromheen. Ja, en daarna zal hij natuurlijk wel weer een beetje afgeremd worden door de planeet. Maar je ziet dus dat je de snelheid in het begin is lager dan de snelheid op het eind. Ja, dus hij wordt wel eerst sterk versneld. Daarna gaat hij dus van de planeet af. En wordt dus dan weer afgeremd door de planeet, maar minder sterk dan dat hij versneld is. Ja, en dit is dus de zwaartekrachtslinger, waardoor hij dus meer snelheid krijgt, zonder dat je er extra brandstof voor hoeft te gebruiken. Als Venus kijkt naar de afstand aarde-zon, dan komt er maar één getal voor. Maar dat is niet juist. Ja? Want in werkelijkheid is de afstand aarde-zon niet één waarde. Kijk, hier staat hij. Ja, die varieert. Ja, misschien niet superveel, althans vergeleken met de afstand zelf. Maar er wordt gesproken in Venus over een gemiddelde afstand tot de zon. Hoe komt dat? Nou, als we naar een ellips kijken,
kijk hier, dan een ellips heeft eigenlijk twee middenpunten, kun je natuurlijk niet noemen. We noemen brandpunten. En als je die brandpunten nou verplaatst, dus ik verplaats die een beetje naar links, doe maar, goed zo, en de ander naar rechts, zo, even die ander, ja, goed. Ja, en die doe ik samen, dan zie je wat er ontstaat. Er ontstaat dan een mooie cirkel. Ja, maar, klein beetje verschil, dan lijkt het nog wel op een cirkel, maar hij is eigenlijk net niet een cirkel. De afstand van het midden tot die en van het midden tot die is net niet gelijk. En dat is er dus ook aan de hand met de zon en de aarde. Ja, het is net geen cirkel, het is eigenlijk een ellips. Vandaar dus dat die afstanden niet helemaal precies zijn. En ook dat is bijvoorbeeld aan de hand met de maan en de aarde. Ja, ook hier, het lijkt wel een cirkel, maar het is eigenlijk niet zo. Ja, er zijn eigenlijk twee brandpunten. Ja, en het wordt een ellips, maar het punt is ook natuurlijk van de aarde. Ja, die is natuurlijk misschien wat zwaarder dan de maan, maar niet zo vreselijk veel zwaarder als aarde-zon. Oftewel, de aarde, die wordt ook beïnvloed door de maan zelf. En die zal dus een klein beetje heen en weer gaan wibbelen. Dit zie je met maan en aarde, maar je ziet het ook bij een kookslingeraar. Ja, een kookslingeraar kan nooit stil blijven staan. Ja, hij beweegt het bovenlichaam en goed bij het wegwerpen helemaal, maar ook bij het slingeren, het bovenlichaam, dan wankelt een beetje heen en weer. En dat is dus hetzelfde als de maan en de aarde. Ja, ze beïnvloeden elkaar. Zo, kijk, dit is ook een ellips, een ei. En wat kun je van ei maken? Precies, van ei maak je het einde. En dat is het weer. Bedankt voor het luisteren en wellicht tot een volgende keer.